Dank, heer voorzitter. Het is inderdaad na lange tijd dat ik weer het voorrecht heb om achter dit spreekgestoel te staan en uw college toe te spreken. Heer voorzitter, de issue van koersbeheersing en het armoedevraagstuk is natuurlijk erg nijpend en de hele samenleving leidt eronder. En ik denk dat het goed is om de maatregelen die de president heeft aangegeven dat goed door te nemen. En terecht stelde de president dat het uitgangspunt van de regering niet één was om over te bejubelen. Dat was erg moeilijk en desondanks is het getuigd van durf en moed en leiderschap om toch een land over te nemen vanuit zo'n situatie. Maar ik denk in de situatie waarin we nu ons bevinden, dat het ook primair leiderschap moet zijn, dat leidend moet zijn om ons door deze crisis, deze moeilijke situatie heen te komen. Omdat leiderschap vertrouwen schept, het wekt begrip en het creëert sympathie in de samenleving. En precies dat moet heel erg solide zijn en naar buiten toe gedragen worden door de samenleving, dat het vertrouwenwekkend is. Echter moeten we toch constateren, heer voorzitter, dat het niet altijd zo is. Als we kijken naar de regering, de sporen die bewandeld worden, de president die heel hard werkt, maar dat kunnen we niet van alle gezagdragers zeggen. Dat kunnen we niet van alle verantwoordelijken zeggen. En dat wreekt zich natuurlijk ook. Vertrouwen zou het woord, het begrip moeten zijn waarmee we zouden moeten dealen op dit moment om die samenleving toch achter ons te krijgen. Voorzitter, ik doe via u een beroep op de regering om al het mogelijke te doen om leiderschap te tonen in deze crisissituatie, om als eenheid te opereren en naar de samenleving toe dat vertrouwen te proberen te herwinnen. Want als dat niet lukt en het verder taant en het verder geërodeerd raakt, heer voorzitter, dan hebben we een groot probleem, ja. En de president zal in deze zonder aanzien des persoon moeten handelen. Want als de president dat niet doet, zullen de gevolgen voor hem, voor zijn partij, voor zijn coalitie, voor dit land niet te overzien zijn. Ik doe daarom een beroep op de president als vader des vaderland om het belang van de samenleving voorop te stellen en zich als inderdaad als een vader van de natie op te stellen en te weten dat er nu vanuit een andere dimensie, vanuit een andere invalshoek leiding gegeven moet worden aan dit land. Voorzitter, sommige zaken zijn erg pijnlijk en het is heel erg lastig om deze constatering te doen, maar er is weinig tot niks gezegd over alles wat met betting te maken heeft in dit land. Surybed, dit bed, dat bed, ik ken niet alle namen, voorzitter. Maar bijkans 1100 van deze kantoren zijn er. En als 1100 kantoren gemiddeld een dagomzet van 25.000 SRD hebben, dan weet u wel hoeveel gelden, hoeveel SRD's er wordt afgeroomd en naar waar het gaat en wat er met die SRD's gedaan wordt. Dat wordt direct omgewisseld en verder gespeculeerd. Maar dit bettinggedrag, voorzitter, is niet alleen funest voor de financiën van dit land, maar ook werkgelegenheid, maar vooral moraal van het volk, voorzitter. We zijn bezig een generatie hier op te voeden die straks als digitale betters en verslaafden door het leven zullen gaan met alle gevolgen voordien. Ik waarschuw hiervoor, heer voorzitter, dat wij met vereende krachten, en ik weet dat de wet al in de Nationale Assemblée is, en ik ga een beroep op de leden doen, en via u, voorzitter, en ook een beroep op u doen als leider van dit instituut, voorzitter, om dit op te pakken en weer te agenderen, omdat het niet correct is dat wij toestaan dat zoveel mensen tegelijk bezig zijn te betten en bezig zijn en weigeren te arbeiden. U mag zelf nagaan, kijk nu samen, als u nu twee jongens of drie jongens nodig hebt om te tuinieren of wat voor ander werk te doen, u vindt ze niet. De man zegt, meneer Obrokoswetti, ik ga even naar een bettingkantoor, ik verdien wel wat. Kijkt u wat de mindset van die burger wordt. En het gaat verkeerd uitpakken als we nu tijdig op de juiste manier gaan ingrijpen, heer voorzitter. Voorzitter, valutaflow uit het land. Dit is een van de redenen. Denkt u dat al die aanbieders van dit soort betting spelen hier zaken willen doen met hun SRD? Ze wisselen dat om, ze speculeren ermee en zo nodig wordt het land Fuji, weg uit het land. Maar andere zaken, voorzitter. 6.000 tot 8.000 handelszaken, supermarkten, dat soort zaken zijn in Suriname.
En 3/4 van deze handelszaken zijn niet in handen van Surinamers. Zijn in handen van buitenlanders die tijdelijk hier in het land wonen. En wat doen ze? Ook zij kopen valuta op. Soms tegen veel hogere koersen, omdat ze verplicht zijn. En mijn buitenland, ze moeten het sturen voor hun familie, voor hun financierders, noem maar op. Die dollars gaan ook weg. En we hebben er geen idee van hoeveel dat is. Het gaat om miljoenen per maand die op die manier via een slinkse wijze het land verlaat, voorzitter. Voorzitter, maar ook, laten we ook kijken naar de casino's. De meeste casino's zijn niet van Surinamers. Dat zijn ook mensen die geld afromen uit de samenleving, dat omzetten in dollars en dat meenemen op de een of andere manier. Dat gaat ten koste van de economie van dit land, dat gaat ten koste van deze samenleving, heer voorzitter. Maar ook andere groepen. Ik hoor dat er in samenleving groepen bekend zijn als roze groepen. Sommige mensen noemen ze roze maffia. Mensen die zich hebben verrijkt, voornamelijk met OMO's. De OMO's van de centrale bank, die samenleving kent andere OMO's. De OMO die de samenleving kent zijn ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn andere OMO's. Of maatschappelijke onrust, dat zijn andere zaken. Maar dat zijn ook groepen die via geëigende kanalen weten aan het geld te komen en dat meenemen naar het buitenland. En daarom zeg ik, zonder aanzien des persoon zal de president moeten optreden. Anders gaan we dweilen met de kraan open. En de kraan is open en de valuta stroomt weg uit het land. En dat mag niet gaan gebeuren. Voorzitter, een andere zaak die onvoldoende belicht is geworden en die zeker verbetering behoeft, is de situatie op de haven. Dat is om te huilen. Vrijwel alle douaniers, de goede niet te nagesproken, zijn corruptelingen. Ik durf dat te stellen. Gaat u maar kijken. Ze hebben 1-2 streepjes op hun schouder en ze leven als een lord. En het is allemaal samenspannen tussen de douaniers, hoe heet het die mensen, de inklaarders, de handelaren, de importeurs. En dan mijn mekamoni, de mekanyang, ten koste van het volk. Ook daar moet er iets gedaan worden, heer voorzitter. En dan ga je zeggen, corruptie is daar gewoon een wedstrijd. En de doelpunten die daar gescoord worden, heten onderfacturering. En dan worden aardig wat doelpunten daar gescoord. Dat gaat ten koste van deze samenleving. En als de regering niet bereid is, niet in staat is om de juiste interventies daar op de haven te gaan plegen. Want het gaat, ingewijden hebben mij ingefluisterd, het gaat om 50 tot 60 miljoen SRD die de overheid dagelijks verliest vanwege onderfacturering. Sopje koina kondre onder de naam van water. Er wordt niks betaald. En dat is aan de orde van de dag. En als we niks doen, dan gaan we blijven klagen, we gaan blijven armer worden, terwijl mogelijkheden zijn van interventie en ingrijpen om gelden te genereren. Voorzitter, productieverhoging. Quick win, low hanging fruits. Waar zijn die? Al 2,5 jaar, 3 jaar bijkans zit deze regering. En vanuit de landbouwsector hebben we de low hanging fruits en de quick wins niet gezien. Nikkeri als rijstdistrict. Op dit moment wordt er ongeveer 25.000 hectare per seizoen ingezaaid. Er is natte infra, er is droge infra beschikbaar om dat areaal te doen groeien naar 50.000 hectare. Maar in 2,5 jaar hebben we geen beleid gezien. Alsof dat niet genoeg is, moeten alle landbouwers, of je nou in Nikkeri woont of in het binnenland woont, voor alle inputs moet je BTW gaan betalen. Zo kan je niet concurrerend zijn, zo ga je niet kunnen verdienen, zo ga je niet kunnen exporteren. En dit behoeft aandacht, heer voorzitter. Voorzitter, ik ga een oproep doen. Nogmaals aan de president om op te treden. Want als u niet gaat optreden, ben ik bang dat het mogelijk kan zijn dat u gaat aftreden. Ten tweede, aan de vicepresident, dat u moet ophouden met uw koutere filosofie. U bent staatsman, u moet naast de president gaan staan, u moet beleid gaan voeren en u moet even stoppen met propaganda en politiek en podiumtaal en al dat soort dingen. Neemt u leiderschap. Hier is het volk is in nood en hier moet u leiderschap tonen om even partijpolitiek en propaganda en dat soort dingen te laten en het land te helpen leiden. Ik kijk naar de coalitie. Blijft u kritisch? Blijft u nog kritischer dan andere eerdere coalitie waren? Dat op die manier gaat u de regering kritisch kunnen begeleiden en het land medehelpen te kunnen leiden. Maar ik kijk ook naar het volk. En ik ga het volk oproepen om niet langer hun handen op te houden voor anderen, maar hun handen uit de mouwen te steken. Want het is nu werken of weden. Met dank, heer voorzitter.